Het is tijd voor Giel, de avonturen van Giel. Poging 3. De echte Giel van Gaal, die nu een vlog gaat beginnen. Dit keer echt. Ik heb al 3 takes gedaan. Normaal doe ik alleen maar 1 takes, maar ik ben net wakker. Maar, dit is trouwens mijn vriendin. In badjas, met koffie. Nadia Blonk, die net nog de haren heeft gedaan. Nee, dat, nou. Het zat wel heel slecht. Ik neem voor jullie vandaag een dagje mee. In de studio, zeg maar, we zijn net wakker, ik peer hem zo naar de studio, want we gaan een bandje opnemen, ik en Nick. Ik kijk even naar Poesje, die staat daar ergens. Maar ik dacht dat het wel leuk om dan een keer te laten zien hoe dat in zijn werk gaat, hoe zo'n dagje eruit ziet. Nee, ik heb echt niks zinnigs te zeggen op dit moment. Kijk, daar heb je katje. That's pretty awesome, bro. Maar goed, we gaan er dus wel moois van maken. En ja, tot zo. 20 minuten later en we zijn bij de studio. Oh. Even kijken of onze Nico er al is. Ja, die is er, maar ik de deur open. We hebben hem. Nico! Hey. Goedemorgen. Hey. Ja, omdat Giel aan het verplaatsen was, ja. Zeg maar. Dus ja. Dan kunnen we één keer even ja, een soort kleur bekennen. Kunnen we terugluisteren. Nou, dames en heren. Wat is nou? Ik ben in ieder geval officieel wakker. Nee, ja, ik ben wakker. En het is echt superleuk. We hebben nu heel even pauze. Je bent er binnen. Dus even snel peukie. Jullie hebben het inmiddels al een beetje gehoord. Als het goed is, heb ik het ertussen geëdit. Klesmer met Nederlandse / Brabantse teksten. Ja, leuk. Ik moet nou even tijd voor mezelf. Wat op. We gaan beginnen. Oh ja, we gaan beginnen. Nou, tot zo. Luisteren. Ja. En als jij dan notities maakt van zeg bij Jaga wil ik van Rob, dames en heren. Oh ja, kijk, iedereen zegt gedag. Hallo. Oh, je gaat de kamer uit. Nee, dankjewel. Ja, jou ook bedankt. Random. Oké. Dit is dus hoe zo'n dagje gaat. Je wordt wakker, band komt binnen. Nou, je maakt een beetje een praatje en dan gaat het beginnen met het grote opnemen. Nu staat alles erop. Dan mag Nick het lekker allemaal gaan knippen. En dan gaan we zien wat er uiteindelijk uitrolt. Was een leuke dag. Ik hoop dat je een beetje ervan hebt kunnen genieten. En mocht je vragen hebben of je bent benieuwd naar nog meer dingen die ik niet heb gezegd in deze vlog. Dan moet je maar even laten weten in de comments. Dan zal ik reageren.
Voor nu, dit was hem, lieve kijkertjes. Als je het vet vindt, doe een like, dat is goed voor mijn kanaal. En abonneren als je het super vet vindt. Dat is allemaal goed voor het grote YouTube-algoritme. Voor zover, bedankt. En tot de volgende keer.